1. Op de eerste plaats met een puntentotaal van 46,25, DD Eikelboom, Turfschool Emden. Op de tweede plaats met een puntentotaal van 43,1, Tess Nortzi, PSV. Medaille Cecilia Greiter aus Deutschland. Dames, we hadden proficiat. Jullie mogen terug in de rij. Gaan we door naar de categorie A2. We go to category A2. First and winner of the gold medal, Mathilde Larsson from Sweden. En op de tweede plaats, Renske Beersen van VSG. En op de derde plaats, Els Geurs. Dames, van harte proficiat, jullie mogen terug in de rij. Gaan we verder met categorie A3. We continue with category A3. First and winner of the gold medal, Laura Svilplevi from Lithuania. Op de tweede plaats, met een puntentotaal van 52,65, Noal Ozani Shadi van Slovakia uit Zoetermeer. En op de derde plaats met een puntentotaal van 51,45, Lisa van den Burg van Slovakia uit Zoetermeer. Dames, van harte proficiat. Jullie mogen terug in de rij.
Gaan we door naar de laatste categorie, dat is A4. Op de eerste plaats, met een puntentotaal van 54,2, Stephanie Tijlers van Kroatia Vermeer. Op de tweede plaats, met een puntentotaal van 49,25, Diane Teunissen van Kroatia Vermeer. Third, and winner of the bronze medal, Dagmar Lovtenska from Czech. In this team competition, we have a winner, the first and winner of the gold medal, Malta. Dames, allemaal van harte proficiat. En dan mogen jullie terug in de rij. Dan gaan we door met de categorie B algemeen. Op de eerste plaats SVOD Deventer met het team Marten, Nicole en Altien. Het team van DOO KNV Utrecht, Suzanne, Lisanne en Robin.